en welkom bij deze nieuwe video. Ik zie er vandaag echt heel businessy uit. Maar goed, ik ga vandaag de nieuwe voorjaar 2022 Essence collectie testen. Een tijdje geleden heb ik de voorjaar 2022 collectie van Catrice gepost. Die hebben jullie, als het goed is, al gezien op mijn kanaal. Als je hem nog niet hebt gezien, ga hem snel bekijken nadat je deze video hebt gezien. En in die video had ik verteld dat ik de Essence collectie nog niet had ontvangen in PR. En ik wist niet of hij nog zou komen of niet. Nou, een paar dagen erna heb ik die collectie ook ontvangen. En het is weer een heleboel. Ik zag online dat er wel nog een aantal andere nieuwe producten ook zijn van Essence. Normaal bestel ik dan die erbij voor deze video. Maar ik had geen tijd en ik moest deze video vandaag filmen. Dus ik ga vandaag alleen maar de producten reviewen die ik echt heb ontvangen in PR. En het ziet er weer allemaal super leuk uit. Catrice Essence maakt me altijd heel enthousiast. Want het is allemaal super goedkoop. Altijd als ik iets heel goed vind, dan ben ik ook heel enthousiast om het jullie aan te raden. Omdat het je niet je halve maandsalaris kost. Die Catrice video ging best wel goed. Dus ik hoop deze Essence video ook. Vind je dat nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Ik heb vandaag weer een heleboel producten. Dus het wordt waarschijnlijk weer een klein beetje een lange video. Dus pak er iets lekkers bij en geniet van deze video. Het is echt weer een heleboel. Kijk dit. Het enige wat ik al heb gedaan is dagcreme en mijn wenkies. En that's it. Ik heb al heel lang niet meer zo'n schuine scheiding gemaakt. Normaal maak ik gewoon die middenscheiding. Maar ik vond het leuk om weer een zijscheiding te maken. Ik weet niet waarom ik dit vertel, maar oké. Even kijken, ik ga beginnen met iets voor de ogen. Dit is de Essence Hydro Hero Under Eye Stick. Essence heeft nou een hele Hydro Hero lijn. En dat zijn allemaal hydraterende producten. En dat maakt me heel enthousiast, want ik hou daar altijd van. Dit is een verkoelende en verzorgende stick die de huid hier zo hydrateert. Speciaal hier zo voor onder de ogen. Ik ga hem gebruiken. Ik heb vaker zoiets gebruikt onder mijn make-up. En toen ging echt mijn concealer helemaal creasen. Maar online staat dat ik het gewoon onder mijn make-up zou kunnen gebruiken. Dus ik ben benieuwd. Heel deze collectie is ook cruelty free en vegan. Oké, ik ga het gewoon proberen. Ik hoop dat hij ook echt lekker verkoelt. Je kunt hem gewoon zo draaien. Hij is zo blauwig of zo. Ik ga het gewoon zo direct onder mijn ogen aanbrengen. Oeh, het voelt lekker koel aan. Ik zou zoiets ook bewaren in de koelkast. Want dan blijft hij lekker koel. Je kunt ook gewoon zo met je vinger pakken. Dan gewoon zo aanbrengen onder je ogen. Er staat online dat als je dit aanbrengt, je er niet meer zo vermoeiend uitziet. Wat wel vervelend is, is hij is best wel groot en rond. Dus je komt niet echt heel goed hier zo in de binnenste hoek. Ik heb nou echt kapot veel aangebracht. Maar er komt op zich niet heel veel van af. Het is niet alsof er nou echt heel veel zit. Dat vind ik wel fijn. Dat lijkt me ook ideaal voor onder make-up. Het voelt op zich best wel fijn aan. Ik had het niet verwacht dat andere producten die ik maanden terug dus heb gebruikt, maakten het hier echt helemaal greasy. En het was een best wel dikkig product. Terwijl hierbij voelt het alsof het gewoon gelijk helemaal intrekt. En helemaal niet alsof er iets dikkigs ligt op de huid. Dus ik vind dit denk ik op zich wel fijn. I like it. Dan iets voor de lippen. Even kijken. Ik heb hier een lipbandje. Ik heb hier de Essence Electric Glow Color Changing Lipstick. En zo ziet de lipstick eruit. Zo roze met van die paarse stukjes erin of zo. Dit ziet er echt heel apart uit. En dit verandert dus van kleur op jouw lippen. Afhangend van de pH-waarde van jouw lippen. En dat houdt dus in dat de kleur bij iedereen anders gaat zijn. Ik heb al een lipbalmpje op. Die haal ik er even af. Ik begin elke video met een lipbalmpje. Want ik heb echt hele droge lippen. En ik wil niet dat jullie de hele video lang naar mijn droge ass lippen moeten kijken. Bij mij wordt het altijd best wel rozig. Ik heb vaker van dit soort lipsticks geprobeerd. Het voelt heel fijn aan. Oké, het kan wel weer eventjes duren voordat je echt de kleur ziet. Het voelt op zich wel gewoon goed aan. Kijk, mijn lippen worden al een klein beetje roze. Je lippen worden altijd iets van een rozige kleur. Maar ja, hoe fel het wordt hangt echt af van de pH-waarde. Ik breng weer lekker veel aan. Hahaha. Mijn kat is hier aan het rondlopen. Oké, ik denk dat dit het is. Een hele mooie licht rozige kleur. I like it. Dan gaan we nu echt beginnen aan echt de make-up. En ik ga beginnen met deze primer. Dit is de Essence Fix and Last Make-up Gripping Jelly Primer. Dit is dus een gezichtsprimer die ervoor moet zorgen dat je make-up langer goed blijft zitten. En dit zou een dupe moeten zijn van de Milk Grip Primer. Dit is een hele plakkerige jelly primer. En dit lijkt ook zoiets te zijn. Deze is echt heel fijn. Je make-up plakt er echt helemaal aan vast. Dus ik hoop dat deze dat ook gaat doen. Wat een beetje risky is met dit soort plakkerige primers is dat als ze niet goed zijn, je allemaal vlekken gaat krijgen in je make-up. Dus ik hoop dat hij dat niet gaat doen. Er staat ook op dat hij hydrateert en refreshed. Nou, laten we het gewoon proberen. De verpakking is wel groot. 29 ml. Weer 100 keer drukken. Oh ja, dat komt eruit. Oeh, het is zo licht roze. Kijk even dit. Een licht roze jelly. En dit breng ik gewoon aan over mijn hele gezicht. Het ruikt lekker. Het is wat minder dikkig dan die andere. Het is meer een dunnige formule. Beetje laten intrekken. Het is echt meer waterig dan dat ik had verwacht. Vooral omdat ik gewoon die andere gewend ben. En die is echt heel dik, zeg maar. Dit is een meer waterige substantie. I like it. Ik vind het denk ik ook wel fijn dat het niet zo dikkig is. Maar ja, de echte test is hoe gaat mijn make-up erop aanbrengen. We gaan verder met deze foundation. Dit is de Essence Hydro Hero 24-hour Hydrating Tinted Cream. Dit is dus een getinte crème die 24 uur Dit is dus een getinte crème met een lichte dekking en die gewoon 24 uur lang goed moet blijven zitten. En dit is ook weer iets van de Hydro Hero lijn, dus het zou ook weer moeten hydrateren. En je een hele mooie egale, frisse, naturel gezichtje moeten geven. Dit is het enige product dat ik al heb gebruikt. Ik heb de kleur 20 Sun Beige. Eindelijk hebben ze een beetje een kleur gestuurd die een beetje matcht met mijn huidskleur. Normaal krijg ik echt veel te lichte kleuren. Alsnog is hij wel een klein beetje te licht. Deze heb ik dus al eergisteren gebruikt. Ik ga hem vandaag ook niet meer aanbrengen, want het was echt een drama. Het was echt een fiasco. Dit is zo'n slecht product. En ik was er zo enthousiast over, want ik hou van dit soort producten. Maar het was echt bagger. Ik ga het jullie even laten zien. Jongens, ik heb net deze Hydro Hero Day Cream gebruikt. Tinted Cream. Het is echt een bende. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dit wil letterlijk niet meer verplaatsen. Kijk dit. Ik dep het erin, maar het blijft gewoon zo zitten. Kijk hier allemaal. Dit is zo erg. En ik heb er niet iets onder gedaan wat ik niet ken of zo. Maar dit is echt, echt heel erg. Dit is nog erger dan die van Catrice. Nee. Nou jongens, dat is dus de reden dat ik niet eens de moeite ga doen om deze vandaag aan te brengen. Dus ik ga even gewoon mijn eigen gezichtsproduct aanbrengen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Wat heb ik aangebracht? Foundation, concealer, poeder, contour, bronzer en wat mooie roze blush. Deze twee producten zijn echt amazing. Deze onder-eye stick of wat het ook is. Ik voel gewoon helemaal hier dat het helemaal zo is verkoeld. Ik voel gewoon hier een beetje koud. De concealer bracht er ook echt gewoon top op aan. Deze primer ook gewoon super goed. Mijn make-up bracht er echt heel goed op aan. Het lokte echt goed vast. En voor die betaalbare prijs is het echt een aanrader. Oké, even kijken. Dan gaan we denk ik nu beginnen aan de ogen. En ik heb hier een oogschaduwpaletje. Dit is het Essence Benvenuti Aroma Eyeshadow Palette. En dit is dan de inhoud. Een spiegel en 12 prachtige, frisse, zachte kleuren. Zowel mat als glanzend. Dit is echt een super cute paletje. Ik weet niet of ik het goed heb uitgesproken. I'm sorry. Maar dit is dus Italiaanse Rome en zo. Super leuk. En dit is de inhoud. Het is allemaal heel peachy, rozig, zacht, warm. Je hebt ook nog een ander paletje en die is iets meer blauw. Ik ben heel blij dat ik dit paletje heb ontvangen, want ik zou ook voor dit paletje zijn gegaan als ik het gewoon had gekocht. Essence oogschaduwen zijn altijd een beetje mooi. Ik ben niet echt onder de indruk. Vaak is het ook gewoon echt slecht. Maar ik hoop dat dit paletje gewoon echt beter gaat zijn. En dit is echt een ideaal paletje voor everyday looks. Soft glam look. Daar ga ik vandaag ook voor. Dus hiermee ga ik even een leuke look creëren. Ik ga ook de oogschaduwstuk doorspoelen. Want ik denk dat deze video al lang genoeg is. I love it. I love deze ooglook. Kijk even hoe mooi dit is geworden. Dit paletje is echt veel beter dan dat ik had verwacht en dat ik gewend ben van Essence. Het ging echt hartstikke goed. Het is niet super goed gepigmenteerd. Dat niet. Maar er komt echt wel wat kleur vanaf. Het blendt ook allemaal heel top. Die glanzende kleuren ook heel mooi. Vooral die witte zo hier binnen is echt heel erg fel. Deze bruine kleur is ook heel mooi. Ik heb hier zo'n soort van soft dingetje gemaakt. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Dit is echt een hele mooie soft look. I love it. Dan heb ik hier nog een nieuwe eyeliner. Dit is de Essence The Dip eyeliner in de kleur brown. Deze heb ik al in het zwart, dus ik weet al wat ik ervan vind. En in het zwart vind ik hem heel fijn. Het enige wat ik wat minder vind is het kwastje is best wel dik en groot. Dus ja, dat wel. Maar ik ga hier even een wing mee maken. De wing is gemaakt, zoals je kunt zien, best wel dik allebei. Omdat dus het kwastje zo groot is. Ik vind de kleur echt prachtig. Ook heel mooi hoe het zo mat opdroogt. Alleen dit kwastje is gewoon echt niet fijn. Hij is en te groot, dus wat ik al zei. Maar hij is ook te hard. Hij is niet flexibel. Hij bent niet mee. Het is gewoon alsof het een harde houten stok is, zeg maar. Dus dat vind ik niet zo fijn. Al met al is het wel goed gelukt. Zou ik hem echt aanraden? Niet per se. Ik heb ook een nieuwe mascara. Dit is de Essence Sensitive But Wow Volume Mascara. Dit is dus een mascara van hun Sensitive lijn. Dus ideaal voor mensen met gevoelige ogen. Essence mascara's zijn altijd heel goed. Dus ik ben benieuwd. Zo ziet hij eruit. Gewoon heel simpel, heel basic. En dit moet volume geven, maar nog wel een naturel look behouden. Ideaal voor mensen dus met gevoelige ogen, contactlenzen, etc. En het is makkelijk te verwijderen met alleen maar warm water. Oké, laten we proberen. Eerst even mijn wimpers krullen. Meestal vind ik deze sensitive-achtige make-upjes niet zo fijn. Maar we gaan het gewoon proberen. Oké, deze mascara is best wel oké. Ik heb hele korte wimpers, dus je kunt het niet heel goed zien. Het geeft best wel wat volume en ook lengte. Ik had alleen persoonlijk iets meer gewild. Iets meer volume, gewoon iets meer drama. Maar ja, het is een sensitive mascara, dus het zal niet heel veel extra's doen. Hij is echt gericht op de gevoelige ogen, makkelijk af te halen met water, etc. Als jij gevoelige ogen hebt, dan zou ik hem zeker eens proberen. Daar ben ik weer. Ooglook is dus helemaal af. De wimpers die ik op heb zijn van Kiss. In de stijl Velvet. Hele mooie lange wimpertjes. Oké, mijn gezichtsmake-up heb ik verder al gedaan. Bronzer en blush. En ik heb hier een nieuwe highlighter. Dit is de Essence Kissed By The Light Illuminating Powder. In de kleur 02 Sun Kissed. Dit is een highlighter. Maar ik vind het... Ik weet niet, ik vind het ook een bronzer. Ik vind het een beetje een bronzy highlight. Een mix ervan. Je hebt hem in twee kleuren. Ik heb de kleur 02. Je hebt nog 01, die is wat lichter. Ik weet niet of dit iets gaat zijn, jongens. Ik ben niet zo'n fan van dit soort 2-in-1 producten. Als het bronzer is dan vaak te glanzend. En als highlight is het te donker of niet glanzend genoeg. Online staat dat je hem ook als blush kunt gebruiken. Ik weet niet of je dit echt als blush zou moeten gebruiken. 01 heeft ook wat rozige kleuren erin. Dan denk ik wel van oké, dat is dan wel te gebruiken als blush. Even swatchen. Het is wel een hele mooie kleur. Oh wauw, de swatch is echt heel mooi. Oké, ik denk dat dit wel kan werken als highlight. Ik ga het proberen. Oké, het is oké. Vooral als je gewoon de kleur hier gebruikt, is hij wel mooi. Die heb ik gedaan op de neus. En voor mijn gezicht heb ik het gewoon gemixt. Het is oké. Het zou best wel kunnen werken als een subtiele glow. Alleen, ik vind hem een beetje poederig. Het is best wel poederig. Het is niet zo mooi creamy. Smelt het in de huid, zeg maar. En dat vind ik dus niet zo mooi. Dus ik had verwacht dat ik de kleur niks zou vinden. Die vind ik uiteindelijk best wel oké. Alleen ja, zo poederig, dat is niet echt mijn ding. Dan gaan we aan de lippen beginnen. Ik heb nog twee lipproducten. Ik begin met deze olie. Dit is de Essence Cranberry Lip Oil in de kleur 01 Smooth Protector. Dit maakt me enthousiast. Ik hou van lipolie. Ik heb hier echt 50 lipolieën. I love them. Het is echt een perfecte mix van een lipbalm en een lipgloss. Dus ik ben er altijd heel enthousiast over. Ik heb de kleur 01. Online lijkt die wat lichter. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Online lijkt de kleur wat lichter of zo. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Er zit cranberry olie in en vitamine E. En dat gaat je lippen verzorgen. En dit is ook weer zo'n kleurveranderende olie, want het past zich ook weer aan de pH-waarde van je lippen. Dus het gaat zo de kleur zijn die ik nou ook heb door die andere lipbalm. Ik ga die er even afhalen. Oh, het laat ook echt een kleur achter. Kijk. En dan breng ik deze erop aan. Dit zou ook echt een perfecte combinatie zijn met elkaar, omdat het dus allebei op de pH-waarde reageert. Het ruikt lekker. Oeh, lekker glossy. Ik hou van deze applicator. Deze is echt heel fijn. Hij is zo plat. Het klinkt heel raar, heel plat, maar dat is echt heel fijn. Ja, echt een lipolie. Ik voel het echt gelijk. Dit is echt amazing. Ik weet niet waarom ik zo enthousiast ben over een Basic Ass lipolie, maar ik vind hem echt super fijn. De meeste die ik heb zijn ook best wel duur, dus ik ben blij dat ik nou een meer betaalbare variant heb. Helaas ga ik hem dan nou weer afhalen, want ik heb ook een lipstick. Dit is de Essence Hydra Matte Lipstick in de kleur 401 Mauve Mint. Dit is ook weer van hun Hydra-lijn, als het goed is. En hij is mat, maar hij moet ook hydrateren tegelijk. En ik heb de kleur Mauve 401. En die is een beetje paarsachtig, zoals je kunt zien. Oeh, hij voelt super creamy aan. Beetje zo paarsachtig. Dan ga ik weer de lipolie eraf halen. Er zit squalaan en hyaluronzuur in. Dit is zo ontzettend creamy. Echt net boter. Het is echt extreem creamy. Zo fijn. Het voelt ook lekker dikkig aan. I like it. Echt een hele aparte formule. Meestal zijn de lipsticks van Essence een beetje dunnig of zo. Deze is dat echt niet. Er staat dat het een matte finish moet hebben. Vinden we dit echt mat? Ik vind het meer een velvet-achtige finish. Niet helemaal mat, maar ook niet heel glanzend of creamy of zo. Ondanks dat het wel super creamy aanbrengt. Dit is echt mijn fave Essence lipstick formule tot nu toe. En ik heb veel Essence lipsticks gehad. Dit is echt heel fijn. Ik denk dat ik nog een aantal andere kleuren ook ga bestellen. Want ze hebben echt een heleboel kleuren. Voor slechts €2,60. De video van vandaag ging echt goed. Wow, yo. Als laatste nog een spray. Dit is de Essence Hello, Good Stuff Happy Bliss Face Spray. Deze spray bevat 96 natuurlijke ingrediënten en verzorgt en hydrateert de huid. Laten we het proberen. Er staat ook dat het je huid weer energie geeft, lekker wakker maakt. Dat vind ik allemaal heel fijn. Het geeft gewoon echt een boost. Het ruikt naar mandarijn of zo. Heerlijk. Wat vinden we van deze make-up look? I love it. Deze video ging echt goed. Nog beter dan die van Catrice. Had ik niet verwacht. Meestal vind ik Catrice een tikkeltje beter dan Essence. Maar Essence is echt killing it met deze collectie. Ik zal nog even heel snel vertellen wat ik nou van alles vind. Dit paletje echt super duper cute. Qua pigment niet echt het beste. Als je houdt van hele heftige looks is dit niet het paletje voor jou. Maar als je gewoon houdt van makkelijke soft glam looks zoals die ik heb gemaakt. Dan ga je hier echt veel plezier aan hebben. Deze primer echt heel erg fijn. En deze onder eye stick ook. Echt ideaal om je gezicht te preppen voor je make-up. Deze pH-waarde veranderende lip, balm en olie. Allebei heel fijn. Als ik voor één van de twee zou gaan, zou ik zeker gaan voor deze lipolie. Deze vind ik nog fijner, nog mooier. Lekker zacht op de lippen. En een hele mooie kleur. Echt fantastisch. Ik was eventjes dit product vergeten. Deze is echt heel slecht. Dit is echt de grootste faal van heel deze collectie. Van de hele Essence lijn overal. Deze is echt heel slecht. Zou ik echt niet halen. En deze poeder vind ik ook een beetje een mooi. Ik vind hem te poederig. Dat 2, 3 in 1 gedoe allemaal is ook niet mijn ding. Dus deze vind ik niet zo. De spray vind ik heel fijn. Lekker verfrissend. Lekkere geur vind ik heel fijn voor een boost. Deze eyeliner vind ik ook niet zo. Omdat gewoon het kwastje niet zo fijn is. En deze mascara is oké. Niet heel goed. Niet heel slecht. Als er iets is wat ik vandaag zou willen aanraden. Zijn het deze drie producten. De lipolie, de primer en deze onder eye stick. Deze stick ga ik gewoon voortaan elke dag gebruiken voordat ik begin met mijn make-up. Deze drie producten, echt amazing. Zoals altijd ben ik ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. Wat zou je nog meer willen zien op mijn kanaal? Make-up, beauty, wat voor merken? Laat het me allemaal weten beneden in de reacties. Ik vind het altijd heel leuk om te kletsen met jullie. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video en het weer leuk vonden. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier boven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!